Nou, ik vind dat we vandaag echt voor het eerst echt daadwerkelijk met de mes tussen de tanden gespeeld hebben. Heel veel duels kunnen spelen, moeten spelen en ook echt gespeeld. En dat ontbrak er wel eens aan de laatste tijd. En nou, dan zie je dat we het wel kunnen. En ik denk dat het zeker een collectieve winstpartij is. FC Dordrecht heeft vrijdagavond de 10e zege van het seizoen geboekt. Na een vroege openingsgoal, een lange onderbreking door aangestoken fakkels in het uitvak en heel veel vechtlust werd het uiteindelijk 1-0 tegen FC Groningen. Ik kan niet zeggen dat het een fantastische wedstrijd was als je kijkt naar het voetbal. Maar dat kon ook niet echt op dit veld, moet ik eerlijk toegeven. Dus het was voor beide partijen lastig om mee om te gaan. En uiteindelijk hebben wij het langste eind getrokken. Natuurlijk is het lekker dat je die 1-0 maakt vrij snel. Dat helpt natuurlijk wel mentaal in de wedstrijd. Maar ik denk wel dat wij meer kans hadden om de 2-0 te maken onder andere. Dat we daar hebben laten liggen om die wedstrijd niet in te beslissen. Maar het bleef daardoor tot het einde vrij spannend. Kijk, ze hebben zeker wel wat kansen gehad. Maar ik denk dat wij ook zeker in de tweede helft in de omschakeling dat we wel wat kansen en mogelijkheden gehad hebben om in ieder geval de 2-0 nog te maken. Maar ik denk dat de 1-0 een goede weerspiegeling is van deze wedstrijd. En ik denk dat wij ook zeer tevreden kunnen zijn met dit resultaat. Ja, dat was dan inderdaad denk ik het enige verbeterpuntje. Het had 2-0, 3-0 misschien kunnen worden. Ja, maar goed, uiteindelijk als het dan 1-0 blijft, dan heb ik er ook vrede mee wat dat betreft. Dat zijn 3 punten. En uiteindelijk natuurlijk wel, het doel zal dus ook mooi zijn, maar uiteindelijk zijn het 3 punten. En als je die 3 punten hebt aan het einde van de rit erbij, dan ben je er heel blij mee. En weer van een topploeg gewonnen. Weer van een topploeg gewonnen, ja. Dus hier in Dordrecht zijn we wat dat betreft moeilijk te verslaan. En pakken we veel punten. Alleen ik denk als je bij ons gewoon kijkt met je eigen ogen, dat het wel logisch is dat wij bij de bovenste plekken meedoen. Ik denk dat er veel ploegen dat ook zeggen over ons. Elke ploeg zegt bijna wel na de wedstrijd, als je jongens spreekt van jullie zijn best wel goed. Dus dat zegt genoeg, dus dat is mooi. Inmiddels loop je ook wel weer een flink aantal maanden hier rond aan de Kromme Dijk. Hoe bevalt het zo tot nu toe? Nee, bevalt goed, zeker. We hebben een goed seizoen, een mooi seizoen. En ik hoop dat dit seizoen in ieder geval nog een heel mooi staartje gaat krijgen. Heb je ook de andere eindstanden al een beetje bekeken? Ik heb niks bekeken nog. Helemaal niks. Heel veel gelijkspelende concurrenten. Nou, dat is alleen maar mooi. Dan hebben we goede zaken gedaan. En vijfde op dit moment? Nou, dat is helemaal mooi. Weliswaar met de wedstrijd meer gespeeld nog in Groningen volgens mij. Dus ja, weet je, wij moeten gewoon van elke wedstrijd iets moois maken. En proberen die punten te houden als we spelen. En dan kunnen we denk ik een heel mooi seizoen ervan maken. Door de zegen met als matchwinner verdediger Ilias Bronkhorst staat FC Dordrecht momenteel op een 5e plek in de keukenkampioendivisie. Met FC Groningen op de 6e plek dat nog wel een wedstrijd in te halen heeft. Volgende wedstrijd in de competitie is komende vrijdag alweer tegen een concurrent in Kerkrade tegen Roda JC.